De enige oplossing is de casual lijn vandaag. Het zonnetje schijnt nog niet, maar... Rijd door, man, dat je bij je moeder moet blijven. Hup, naar voren! Ik ben naar de... Ben je ook naar de... Helemaal naar de... Al die bidonnetjes aan. Hi, ik ben Piotr Havik. En al vanaf het allereerste begin bij Beat betrokken. En ik droom ervan om samen te schitteren in de mooiste en grootste koersen. We zijn inmiddels hard op weg om deze ambitie te realiseren. Zo zijn we met ons continentale team al in staat om de beste wielerploegen ter wereld regelmatig het vuur aan de schenen te leggen. Maar we willen meer. De stap maken naar het pro-teamniveau, zodat we deel kunnen nemen aan mijn droomkoers, de Ronde van Vlaanderen. In de vorige video kon je zien hoe onze wedstrijd in Montserrat niet helemaal volgens plan verliep. In deze video neem ik je mee door het weekend van Bredene Kokzijde. Met als ambitie strijd te maken in de heuvelzone en mee te koersen voor de overwinning in de finale. Ik ben bij het Spec Medri Centrum vandaag. Ik ben lekker op de mountainbike gekomen. En straks staat er een hartfilmpje en longtest op het programma. En dat moet allemaal gebeuren op een wattbike, dus ik heb er al zin in als oud wattmeister. We zijn op weg naar het volgende slachtoffer, Luc Buchter. Ja, ben je er een beetje klaar voor? Ja, zeker. Ja. Sorry, je hebt een rode kop. Ja man, ik moest even 600 watt pompen, hè. Totdat je bij de 600 watt bent, stopt dat ding niet. Dus je moet blijven doorgaan, anders mag je niet stoppen. Helemaal naar de zeker. Dus succes man, zet hem op. We gaan de poorten van de hel binnen. Je volgende slachtoffer is er. Goedemorgen. Luc. Hey. Ik wens je heel veel sterkte Luc, want het is geen lieve test. Je zweet zo dicht ook nog. Ja joh, tering zou je van gemaakt is altijd. Succes man. Zo, mijn test zit erop bij het Spectrum Medisch Centrum in Meppel. Dat was de kamer waar alle ellende moest gebeuren. Maar de test was goed, het hartfilmpje ziet er goed uit, dat was het belangrijkste. De wattages waren ook goed, de longen waren goed. Dus we kunnen dit seizoen lekker blijven knallen. Ik pak mijn mountainbike weer, maak even mijn ommetje af in deze streek. Dus het lijkt een beetje op avontuur. De gang is compleet. We zijn onderweg naar Kortrijk voor eerst een test te doen en dan te gaan verkennen, Bredene. En volgens mij heeft Jules een klein cadeautje mee. Wat zijn het? Wat? De verse rijstaartjes. Oh, het is precies koers. Dat is koers. School, Yves is een kenner. We gaan ze straks beoordelen. Michael? Ja. Dankjewel. Hop. Gaat het smaken? Ja. Santé, hè? Gezondheid. Een natte parcours training. Ja. We moeten een beetje moraal ineten, want weer is niet alles. Ik weet het niet alles. Wat zei je, Yves? Mag ik er dinsdag voor weer worden? Beter als maandag, maar als ik de bol zet, heeft hij kruis, denk ik. Dus minder wind. Dus dat is voor een Belg het belangrijkste. We hebben hem wel wind tegen tot quasi hele training, dus ja. Wat mooi. Ja. Lekker brommeren vandaag. Het wordt steeds gezelliger in de auto. We hebben het Welpje er ook bij. Goedemorgen Stefano. Goed geslapen Stefano. Heb je al een rijstaartje op Stefano? Nee. Vandaag niet, hè. Probleem kunnen we weer helpen. Ja, dat is het. Daar hebben we oplossingen voor. Maar het is alleen voor de koers, hè. Het probleem is er een oplossing voor. Ja, maar vandaag... Hij mag het niet. Mag het Stefano of niet? Is dat niet goed, dat niet goed weer van moraal? Hey. Rond de middag. Ah, okay. Als lunch. En anders is het dan een zware dan voor je papa. Als jullie erin zitten trainen, hak ik mijn rijstaartje op hier in de hand. Ja, en we hebben misschien nodig voor bij de fietsenmaker. Want ja, zoals jullie al zagen, het is wat slecht weer. Dus we hopen ergens binnen om te kunnen kleden. Maar we hebben Jules mee. Jules heeft overal vrienden. En een vlotte babbel. Dus laten we hopen dat we ergens droog kunnen staan. Nu vertrekken richting Ieper. En vanaf daar pakken we het parcours op. Oh ja, nog een ander dingetje. We hebben de testen gehad. Hoe voelde het, jongens? Lekker gekriebeld allemaal in de neus. Verfrissend. Ja, dat is weer plaatsen. Het is weer een beetje plaatsen maken. Ja, ja. Goed voor de luchtwegen. Nog een kleine shout-out naar Fietsen de Vever. Mocht even binnen opkleden.
Jules is zo lief geweest om zijn rijstaartjes met de mechanieken te delen. Dus we gaan er een mooi dagje van maken. Ik ben natuurlijk weer mijn bril vergeten. Dus de enige oplossing is de casual line vandaag. Zonnetje schijnt nog niet, maar het is wel gangster style. Agu casual. Ja jongens, vandaag verkenning van vrienden en kopzijden. Kort gebak op de kuppen. Het is hier allemaal open en droog. Wat dat zelf wel merkt. Ja, het vaste rondje rond de camel. Dat gaat rijdt daar niet te vlot naar beneden. Verkend goed. En niet te lang stil. We gaan er niet te lang op de straat. En we gaan erin. Helemaal van. Ja, 3 en 7. Maar er zijn nog 2 rijstaartjes over. Hoe lossen we dat dan op? Wel, die 2 rijstaartjes gaan we verdelen. De eerste 2 op de camel, die krijgen nog een rijstaartje. De volgende, de laatste boven, die krijgt er geen. Je moet de koffie betalen. Mogen we stoppen? Sorry, wacht alsjeblieft in de auto. Rij door man, dan had je bij je moeder moeten blijven. Hup, naar voren. Kom, kop over, kop naar kokzijde. Gas erop. Met z'n allen aan de mooie ronde tafel van Mr. Musil. Hoe was de verkenning mannen? Hebben we een beetje naar ons zin gehad? Beetje doorweekt. Ja, het was wel een beetje koud. Nuttig denk ik. Het was zwaar hè. Ja, vooral het laatste half uur was Stefano echt sterk. Ja, echt. Hoe rap jij nog reden dat laatste uur? Ik kon alleen maar volgen. Ja, nu zijn we heel op de top en kwam er niet meer af. Ook Stefano kwam er niet meer onder de 50. Nee, dat is echt is een brommer. Ik denk een goede dag gehad. Het was nog plezant, ondanks het koude weer. Nu snel even bijtanken en dan weer terug naar huis. Yes. Smakelijk mannen. Op de kamer bij de enige echte Hesters. Hoe was de bespreking, jongen? Goed. Een beetje ambitie gegeven. Zeker weten. We zijn er klaar voor, hè? Ja. Strijdplan is in orde. Dus, wat wordt jouw strijdplan? Ik ga mijn volledig leeggeven op Pilterhaven. Ik heb alweer een topper in de kamer, hoor. Maar vergeet je eigen sprint niet, hè? Zeker. Als we op die plaatselijke rondes komen en we gaan sprinten, hou deze man in de gaten. Rappe benen, jongen. Onze pistje. Nu lekker slapen, het is al laat. Het was een lange bespreking. Dus, We hebben een gast vandaag, Rogier. Ik denk wel de grootste supporter van Beat, als het ware. Het is namelijk de eindbaas van Just Lease. En tof om je erbij te hebben, Rogier. Dankjewel, Pjotr. Wat is jouw ambitie voor vandaag? Nou, ik heb een trofee meegenomen. Ja. Een klinkertje met een wielrenner. Ja. En ik droom ervan om die aan jou of aan Jan Willem uit te tekenen. Ja. Of in ieder geval één van de renners. En dat moeten we voor op het podium komen. Dus de lat ligt hoog. De lat ligt hoog. We gaan de grote mannen lekker in de weg. Ik voel de spanning met jullie. Ja. De dag is mooi. De zon schijnt. Er staat een lekker windje. We gaan gewoon samen een mooie dag maken. We gaan een mooie dag van maken. Zeker. Nog iets leuks tussendoor. We hebben een cadeautje gekregen. De Vlaamse Leeuwen. We mogen er niet mee rijden, want we hebben natuurlijk onze Ago Aero sokken. Maar ik vind het wel een heel mooi gebaar en het laat wel zien dat we ten strijde moeten trekken. Als leeuwen. Als leeuwen. Absoluut. Dat gaan we doen, man. Zeker. There's a chasing group slightly bigger than the 13 riders at the front, but they are not getting any closer. For kilometers and kilometers on, the gap between these two groups is 30, 40, sometimes 50 seconds, and they're not getting any closer because there's not a lot of teams with multiple riders here, and it has been a hard race until now. Sneaky attack here by Lukas Pusselberger. That's not even an attack, he just goes a little bit faster than the others who hesitate and go towards the final kilometer. Going into that final turn is Jonas Rikard, followed by Joseph Czerny. They do the work for Florian Senechal and Tim Merlier. And also on the wheel of Tim Merlier is Mads Pedersen, the winner of Gent-Wevelgem last year. Joseph Czerny starts his lead out, but then with a huge explosion of force, it's Tim Merlier. Look at that. He sprints, gets back in the saddle, looks behind him and sprints again out of the saddle. Mads Pedersen is trying to get past him, but it's not going to work. Tim Merlier is the strongest and the fastest here. Koers zit er weer op.
We gaan weer met z'n allen lekker naar huis. Wat een dag. Ik ben naar de k***. Ben jij ook naar de k***? Helemaal naar de k***. Al die bidonnetjes aangeven. Ja, maar die dingen zijn zwaar, jongen. Oh, dat is niet normaal. Ja, nee, daarom. Medelijden wel met jou, hoor. Leuk. Maar het was echt afzien. Heel de dag stress, waaiers, noem maar op. Helaas hadden we niemand mee in de eerste groep van 30. Ik had slechte 30. Benen. Ja, hij had slechte benen en ik had slechte benen. Iedereen had slechte benen. Maar we zijn wel strijdend ten onder gegaan. We hebben gevochten als leeuwen. Ik had mijn sokken stiekem ook aan onder de overschoentjes. Maar blijven vechten, blijven knokken. Nee. Maar helaas lag de koers al snel in zijn plooi. En we zijn er wel sterker van geworden, hè. Laten we het daarop houden. Oh, weer lekker thuis. En wat was het een wedstrijd. Ik ben echt helemaal naar de k***. Denk net als heel het team. We zijn strijdend ten onder gegaan vandaag. We hebben het opgenomen tegen de grote mannen. Het werkte niet meer helemaal uit zoals we het wilden, maar dat is koers. We gaan nu door naar de Scheldeprijs. Daar gaan we weer met het mes tussen de tanden. En blijven vechten. Ambitie blijven tonen. Weer hetzelfde als de vorige keer. Vond je dit nu een leuke video? Duimpje omhoog. Vond je het een super video? Volg ons dan en deel hem dan ook even. En ik hoop jullie snel weer te zien. Doei doei! Wil je ook onderdeel zijn van deze uitdaging? Word dan member via beatcycling.cc en steun onze missie. Krijg toegang achter de schermen, ontvang alle membervoordelen en trek ook zo'n vet shirtje aan om zelf op avontuur te gaan. We gaan ervoor! Ambitie!